Die ongelofelijke net witte smile natuurlijk. Jij bent van je kruin tot aan je enkels verbouwd. Begin over mijn tanden. Q-Music Quarantaine Quiz. Hallo en welkom bij een nieuwe Q-Music Quarantaine Quiz. Mijn waanzinnige kandidaten van vandaag zijn de one and only Bas Smit. Hoi. En de enige echte Fred van Leer. Hoi Fred. Awesome. Jongens, hoe vaak zouden jullie elkaar gemiddeld in een lente of een zomer zoals nu zien? Zitten jullie vaak met elkaar op het terras bijvoorbeeld? Als we elkaar zien is het zo intens dat het echt lekker is om elkaar dan pas in de herfst weer tegen te komen. Nee, maar letterlijk, dat zegt, heeft Nicolette ooit in een programma gezegd bij Peter van der Voorst. Sterren zegt ze, het is altijd zo leuk als Fred een weekendje bij ons is, want we vinden het ook zo heerlijk dat je weer weggaat. Nee, wij samen zijn een giftige cocktail. Wij zijn echt... Echt een giftige cocktail samen. Fred heeft natuurlijk geen man of vrouw. Nou, soms heeft hij wel natuurlijk wel iets wat blijft kleven, maar nooit langer dan een uur of zes. Maar wat ik wel fijn vind, ik heb wel een bepaalde. Hè, Fred, ik heb wel soms. Ben ik een beetje het mannetje voor ons, als ja. Er niet is of zo. Bas, jij bent natuurlijk met Nicolette van Dam. En ik heb het idee, en volgens mij klopt het ook. Jullie hebben met z'n tweeën de allerleukste relatie ter wereld. Ik moet je zeggen. Ik heb dus gisteren twee keer zo hard op Nick gelachen. Dat heb ik in mijn leven nog niet gehad. Maar echt zo hard van de gieren. Maar we hebben ook af en toe nu dagen dat je gewoon merkt, we zitten best op elkaars lip. Maar en waar gaan dan de ruzies over nu? Nou, het is voornamelijk dat toch nu uitkomt dat ik heel weinig in het huishouden doe. Ik vind ook niet dat ik die vaatwassen ineens hoef te doen. Dus gisteren heb ik de vaatwassen en dat doe ik dan heel luid. Weet je wat, Nick? Ik zie de glazen wel even voor je in de kast. Ik ga heel groot ook maken alles. Alles heel groot, ja. Hey, maar Fred, jij bent alleen. Ja. Vind ik het zo grappig aan jou, Fred, dat jij houdt jezelf zo lekker bezig. Ik heb zo gelachen om jouw Lego-tasje, Mahal. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb te vroeg gepiekt in de quarantaineperiode. Week 1 had je hem al af. Ja, week 1 en dan hebben we nu aan de Bugatti begonnen en die les dit. Deze is echt niet te doen. Nee, maar die heb ik niet zelf afgemaakt. Wow. Die heb ik niet zelf afgemaakt. Die heb ik drie keer uit elkaar gehaald en er opnieuw. Wat ik heb gemaakt. Wat ik het moeilijkste vind aan deze hele quarantaine-shizzle, is dat ik gewoon niet kan werken. Want mijn werk, en dat praat ik voor heel veel mensen, is gewoon mijn passie. En daar zit nu een hele dikke streep doorheen. En dat kan ik heel depressief van worden. Ik ga proberen om het een klein beetje luchtiger te maken. We gaan een spelletje spelen, de Q-Music Quarantaine Quiz. Drie vragen, één finale. Degene die wint, die mag zich de Q-Music Quarantaine King noemen. En krijgt de gouden Q-Music handgel. Nee, ik hoef geen hand. Ik dacht dat we echt iets konden winnen. Een geldbedrag of zo. Ik ben gelokt met 25 ruggen, zeiden ze tegen mij. Fred, waarom zit jij hier? Zit jij hier voor handgel? Nee, ik zit hier niet voor handgel. Het is helemaal verkeerd gecommuniceerd. Ik dacht, ik krijg echt iets. En jongens, maar ik ben van materialisme. Dus ik hou van iets wat zwaar in gewicht is. Wat je kan verkopen straks. Ja, gouden Rolex, Fred. We spelen voor de Q-Music gouden Rolex. Top! Ronde 1. Ronde 1 is de zeg ken ik jou niet ergens van ronde. Dat zijn twee vragen. Ieder krijgt één punt per goed gegeven antwoord. En ik begin, Fred, met jou. We hebben aan Bas gevraagd wat Bas jouw beste feature vindt. Dus in je lijf. En hij heeft daarop geantwoord A, jouw lach. B, jouw kaaklijn. Of C, jouw ogen. Oh, dit is echt zo vertiefd. Want op twee antwoorden zou hij zeggen, die heb je gekocht. Mag ik een hint geven? Ik denk dat hij mijn kaaklijn bedoelt. Nee, ik Bas, had gezegd, jouw pas aangemeten nieuwe kaaklijn. Jouw nieuw aangelegde kaaklijn. Fred, kan jij je kuiten aan Domien laten zien? Please, ik kon echt niet kiezen. Spannend is. Kijk dan. Zo! Kijk dan. Dat zijn gewoon strijkijzers. Die gozer heeft 12 jaar van zijn leven op stiletto's gelopen. Dan krijg je zulke kuiten. Maar is het echt omdat je dus op hakken loopt en dan... Ja, Bas ook zeggen ja. Nee, ik heb vroeger gedanst en ik heb gewoon grote benen. Toen ik het mocht uitzoeken, stond ik vooraan toen ze de kuiten uitdeelden. Maar toen stond ik bij de piemels en toen zei die man, ja, je stond al vooraan bij de kuiten, dus nu moet je achteraan. Fred, het is goed geantwoord. Bas zei inderdaad je nieuw aangelegde kaaklijn. Voor jou, Bas, wat vindt Fred jouw beste feature? Is het A, je hele hoofd? Is dat B, je voeten? Of C, specifiek, je mooie volle mond? Oh, dan denk ik toch mijn hele hoofd. Fred, wat heb jij gezegd over Bas Smit? Zijn hele hoofd natuurlijk! Nou, echt! Ja, zeker! Wat vind je dan het aller, aller
moois om naar te kijken. Die ongelofelijke net witte smile natuurlijk gewoon. Want niemand weet dat het gewoon dat elke dag met zijn, omdat mijn tanden gewit zijn. Ja, dus gewoon T-Pex. Het is gewoon T-Pex. Jij bent van je kruin tot aan je enkels verbouwd. Begin over mijn tanden. Lacht hij nou, jongens? Is hij nou aan het lachen of vriendinnen, niet? Vriendinnen, we gaan naar een vraag voor Fred. Ik stop nu al met die quiz. Fred, nee, we spelen door. Wat is het meest gênante dat Bas ooit heeft gedaan toen hij dronken was? Was het A, in zijn broek geplast, B, een tatoeage laten zetten, of C, het is zo gênant dat we het aan Nicolette zouden moeten vragen? Ja, ik moet je aan Nicolette vragen. Want hij zou daar nooit antwoord op geven. Nee, dat klopt. Maar wanneer, want jij was echt bijna helemaal gestopt. Volgens mij heb je met Oud en Nieuw nog wat gedronken, maar voor de rest heb ik niet gedronken gewoon. En waarom was je ermee gestopt? Was het op een gegeven moment dat je dacht... Niet drinken is eigenlijk het allerlekkerste wat er is. Je bent scherp, je slaapt beter, je bent gezelliger, alles is leuker. Behalve après-ski, carnaval en corona. Daar moet je echt een drankje bij. Fred, kun je iets verder naar achter met je hoofd? Het is een beetje in mijn face. Ja, zo ja. Ja. Bas, over welke bekende man had Fred voor het laatst een spannende droom? A, een spannende droom over Jim Bakken. B, over Leonardo DiCaprio, of over C, over Gerard Joling. Nee, maar Gerard, dat is voor hem een gepasseerd station. Dat heeft hij allemaal gehad. Dat laat hij achter zich. Daar droomt hij zeker niet meer over. Dat is helemaal niet leuk afgelopen toen. Je bent zo vreselijk. Zijn Leonardo DiCaprio. Ik ga het aan Fred vragen. Waar droom jij van? Over welke man, Fred? Jim Bakken natuurlijk! Echt? Ja, dat is wel een hele knappe gozer, maar ik denk dat is voor jou te dicht bij huis. Ik heb laatst die film gezien, Onze Jongens. En toen heb ik die nacht heb ik wel even een soort van... Best een leuke tent. Nick mag die film ook niet kijken. Nee, dat begrijp ik. Met die Juvat erin. En Jim en al die lekkere gasten. We gaan naar een bonusronde en hier hoeven jullie niks voor te doen. Dit is de enige vrouw in mijn leven, dat is namelijk mijn kat. Die heet Decibel en die heb ik voor 1 punt gevraagd. Wie van jullie, Bas en Fred, heeft het leukste Instagram-account? En het antwoord gaat ze nu geven. Weer een superspannende vraag. Welk Instagram is leuker voor katten? Is het Fred van Leer? Leuker voor katten? Ja, dat is Fred. Nee, hem. Ook die kat dan bij Fred neerzetten. Je hebt die kat bij Fred neergezet. Nee. Nee, hij staat naast die brief van Fred. Dan zet je toch die kat in het midden? De kat begint in het midden. Is wel waar. Ik heb natuurlijk veel meer vrouwen die me volgen. En Bas, jij denk ik veel meer mannen. Dat is niet waar. Ik heb 70% vrouwen, Fred. Hij heeft er 85% vrouwen. Zo echt? Nou, laten we hier geen veerplaswedstrijd van maken, jongens. Hij heeft toch heel veel vrouwen met piemels die hem volgen. Eerlijk. Dat is wel waar. Eerlijk, Fred. Eerlijk. Ik zie jou wel eens daarmee op filmpjes. Ronde 2. Tussenstand is 3-1 voor Fred van Leer. We gaan normaal gezien quarantainekarren ook doen. Het is een klein beetje anders. Wij hebben namelijk een lied van Orgeljoker. Zijn jullie bekend met Orgeljoker? Ja. Tuurlijk, wie niet? En jullie mogen zo meteen ombeurten. Nee, wie... Weet je niet wie Orgeljoker is, Bas? Oh ja, Orgeljoker, ja. De vraag is, welk liedje speelt zij? Titel en artiest voor 1 punt. En Bas, ik begin met jouw opgave. Hallo Bas. Wat leuk dat je meedoet aan de quarantainequiz van Domien. Ik ben benieuwd of je weet welk liedje dit is. Beetje verliefd, André Hazes. Ja, dat is heel snel en dat is hartstikke goed. Gefeliciteerd. Bas, het is 1 punt voor jou. Fred, we gaan naar jouw opgave. Want ook voor jou heeft Joke een liedje gespeeld. Kijk en luister mee naar Orgeljoker voor Fred van Leer. Hi Fred, ik ben benieuwd of je kan raden welk liedje ik hier speel. Een hele apart gevoel vanmiddag van Corrie Konings. Ja, natuurlijk! Ronde 3. We gaan naar ronde 3. Dit is een makkelijke ronde. Dit is namelijk een beeldronde. We gaan naar quarantaine, Vips. Het is natuurlijk nu quarantainetijd. Het probleem is ook dat de botox-klinieken dicht zijn. Oh. Ja. En dan gaan een hele hoop Hij kijkt wat... nu zuur. Je ziet het niet, maar hij kijkt zuur. Wat? Gaat ze dicht? De botox-klinieken die zijn natuurlijk nu dicht. Oh ja, ja. Ja, en daar hebben een hele hoop Vips hebben daar last van. Ik laat Fred aan jou een foto zien van een quarantaine-Vip die er nu iets minder goed uitziet dan voor deze hele coronacrisis. Kijk even mee. Oh, jezus. Ik zie het niet. Ik wel. Dan gaat de vraag naar Bas. Wie is dit? Bas, haal die achtergrond weg. Ik dacht in de eerste instantie... Bas, ja? Haal die achtergrond weg. Wat een goede... Volgens mij valt het geluid bij Fred uit.
ik denk dat het... Vegane beest. Wacht even hoor. Even kijken hoe dat weggaat, Fred. Wacht even, ik weet niet hoe dat werkt. Ah ja. Oh ja, wacht. Ja. Bas, wie zag je daar, denk je? Ik dacht eerst de oma van Monique Westwerf, Hazes. Maar het is, denk ik, Marijke Helwegen, dacht ik. We gaan even kijken naar deze quarantaine-vip. Oh, dat zou kunnen. Hoe ziet het eruit? Kijk ja! eens even. Ja! Ja, ja, ja. Het is 4-3. Voor 4-4 is dit jouw quarantaine-VIP. Bas, kijk mee naar het scherm. Ja, De ex van Fred, Gerard Joling. Nou ja, we kijken even naar de oplossing. Ja, kijk eens even heen. Kijk dat zelf ingenomen smoelwerk van die Bas ook. Gerard Joling was zoveel makkelijker dan Marijke Helwegen. Wat is het moeilijkste nu, jongens, qua schoonheidssalons en de kapsalons die dicht zijn? Waar hebben jullie nu het meeste moeite mee? Ik zag bij jou al, Bas, dat de kinderen aan de slag zijn gegaan. Nou, voor Fred is het toch dat zelf prikken. Dat is echt lastig, hoor. Ik ben net voor quarantaine en ik 2 weken daarvoor hebben ze me lekker goed een aantal zones bijgeprikt. Prima. Maar hoe lang blijft het zitten? Want ik heb er helemaal geen ervaring mee. Hoe lang blijft het strak? Ik doe microbotox, dus dat zal ongeveer 4 maanden zijn. Prima. Ik doe mijn oksels. Ik begin het nu al lichtelijk te merken. Ja, echt? Wat, okay. Je oksels? Ik botox mijn oksels alleen. Oh, tegen het zweet? Ja, tegen transpireren. Gewoon weer gewoon fris. Nee, dat is niet waar. Bas heeft hele gerimpelde oksels. Finale. Jongens, we gaan naar de finale. De laatste vraag. En het is 4-4, dus dat is spannend. Jullie mogen in principe tegen elkaar gaan opbieden. Ik heb namelijk hier de 10 populairste Netflix-series van vandaag. En de vraag is, hoeveel kun je er noemen? Stel, je zegt er 5, dan moet je dus ook 5 noemen om het spel te winnen. Anders gaan die 5 punten naar Fred. Als Fred zegt, jij mag spelen. Fred kan ook zeggen, ik speel voor 6. Leg die telefoon neer! Sorry. Bas, hoeveel van de huidige, vandaag, trending Netflix-series denk jij te kunnen noemen van de 10 die ik heb opgeschreven? 6. Fred, wil je daar overheen? Over Bas? Als hij het lief vraagt. Laat Bas maar doen. 6. Bas Smit, je mag beginnen. Tiger King. Is goed. La Casa de Papel. Is goed. Ik kijk nooit series en ik dacht, Fred kijkt heel veel series, dus die weet dat. Ik ga het heel hoog inzetten. Nog 4 voor de winst. Dat is... Godsamme. Kan ik er één noemen voor je? Ja? Doe eens. Vis-à-vis. Staat er niet tussen. Nee, die wilde ik ook niet zeggen. Don't fuck with cats. Nee, staat er niet tussen. Narcos. Narcos staat er niet tussen. Ozark. Ja, Ozark is wel goed. Maar dan nog, je andere 3 die had je nooit. Nee, ja. Homeland! Homeland! Nee. Homeland, dat is oud! Ik wil een gouden Rolex! Hey. Ja, Fred, van harte gefeliciteerd, jongen, je verdient het. Heerlijk! Als ik die gouden Rolex krijg, dan stuur ik dan haal ik een courier. En dan stuur ik een courier aan jou, want ik vind dat jij die Rolex harder nodig hebt. Ja, ik denk dat jullie allebei heel erg in need zijn. Echt een leuke quiz, Domien. Nou, ik vond het wel eerlijk zeggen, ja, het zou nog wel langer mogen duren. Net zolang dat ik alweer naar bed mag, dan kan ik weer slapen. Dan kan ik dat weer vergeten. Zielig. Vriendinnen, dankjewel voor het meespelen. Ik vond het superleuk. Tot de volgende keer bij de Q-Music Quarantaine Quiz. Dankjewel, Bas. Dankjewel, Domien.